daar ben ik weer, hè. Ik zie de heilanden Zuid ook. Val u niks op om mij? Nee? Moet je kijken in mijn oor, wat ik in mijn oor heb zitten. In mijn linkeroor. Ziet het zitten? Zit een doppie. Ja, dat komt van de Broek is dat. Ik was van de week was ik in Brussel, hè. Hadden we een internationale conferentie, hadden we, hè? Met allemaal buitenlanders. Ben ik met Van der Broek meegegaan. Jongen, wat in die ouwe oor is, hè, die Van der Broek. Ach, die lult oren van je hoofd af. Mijn hele gehooringangetje was beschadigd van die Van der Broek. De dokter heeft nagekeken, die heeft er nou een doppie in gedaan. Ik heb rust nodig aan de linkerkant. Ik ben helemaal suf geluld. Ja, die Van der Broek gaat maar door, hè. Ach, wat kent die ouwe hoer is, hè, die Van der Broek. Kijk hier op zo'n conferentie. Ja, dat is maar een doekje voor het bloeden natuurlijk. Want we gaan natuurlijk, als dit gouden hoer afgelopen is, gaan we lekker met z'n tweeën naar buiten. En dan gaan we even de bloemen buiten zetten, hè. De eerste keer in het buitenland, twee jongens in het buitenland. Tralala, dan gaan we met z'n tweeën. En je hoeft nergens nerveus voor te zijn, want ik hou natuurlijk mijn mond als er wat gebeurt. Ik ga niet naar Ria bellen, zeg maar, hij heeft dit gedaan. Als Ria mij belt, dan zeg ik, nee hoor, is niks gebeurd. Maar dat moet jij natuurlijk ook, als mijn vrouw jou belt, dan zeg jij bijvoorbeeld ook van, nou, we hebben zwaar gewerkt, we hebben op een kamer gezeten, met een slechte kamer hadden we. En we met elkaar hebben de stukken doorgenomen, zodat je te weten dat we die lekkere stukken doorgenomen hebben. Maar gewoon dat we de stukken doorgenomen hebben. En dan denk jouw vrouw van, nou, hij heeft hard gewerkt. Trouwens, daar lieg je ook niks aan, maar we hebben daar ook hard gewerkt. We hebben hier toch gezeten met z'n allen. Trouwens, denk je dat die anderen hier aan tafel, dat die dadelijk allemaal naar huis bellen hoe het met de kinderen is. Ben je gek? Die gaan ook naar buiten toe. Die hebben gewoon ondergoed meegenomen. Die gaan ook tralala de wind in, hoor. Gebeuren als ze vragen hoe je heet, dan zeg je gewoon dat je theepan heeft. Wat maakt er nou uit? Want je wel gelijk meteen vooruit betalen overal, maar daar kom je ook wel weer overheen. Laten we zo afspreken dat als er wat gebeurt, houden we elkaar vast. Dan zal ik wel motten, want we kennen niet meer lopen aan het einde van de avond natuurlijk. Want ik weet alle adressen, zien, begrijp je wel, alle zaakjes, want ik kom hier zo vaak. Ik heb zo vaak hier zaken te doen, weet je wel. Ik heb hier al zoveel stukken doorgenomen, ik ken alle stukken die hier ontlopen. Ik ken bijvoorbeeld lekkere Annie, ik ken bijvoorbeeld Etenel, ik ken ze allemaal. Dus wat dat betreft kunnen we een geweldige avond hebben, begrijp je wel. Dus en zo ging dat maar door, hè? Ja, daar word je toch gek van? Maar goed, ik ga weer bijkomen deze week. Ik mag dus weinig luisteren. Nou doe ik dat toch nooit, hè? Want ze lullen maar rond in die Tweede Kamer wat mij betreft, hè? Dus niet zoveel verschil. Maar goed, ik ga er weer vandoor. Ik wens jullie allemaal een prettige week. En ik zeg namens Ria en de rest van de regering... tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Ja.